Ik keek in de spiegel en herkende me weer. Ik ben even met iets heel anders bezig geweest dan ziek zijn. Dat zijn uitspraken van mensen die deel hebben genomen aan de workshops die de stichting Look Good Feel Better organiseert in samenwerking met veel ziekenhuizen en waarin op positieve manier praktische adviezen en informatie wordt gegeven over uiterlijke verzorging bij kanker. Maximaal 12 deelnemers krijgen in een ontspannen sfeer professionele adviezen over huid- en haarverzorging. Speciaal getrainde schoonheidsspecialisten en visagisten laten in 12 stappen zien op welke manier je je huid het beste kunt verzorgen en welke make-up het beste bij je past. Een haarwerker kapper laat zien welke mogelijkheden pruiken bieden en is gelegenheid te experimenteren met sjaals en andere alternatieven. Het Maasziekenhuis Patijn en Boksmeer organiseert in samenwerking met de stichting Look Good Feel Better voor het tweede jaar op rij deze workshops die erg gewaardeerd worden. Dit blijkt uit de reacties van de deelnemers. En dit is precies wat de organisatoren voor ogen hebben. Mensen een goed gevoel geven en hun ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging, zodat ze zich weer meer zichzelf kunnen zijn. Een goed verzorgd uiterlijk geeft immers meer zelfvertrouwen. Dat geldt voor gezonde mensen, maar zeker ook als je ziek bent. En als je er goed uitziet, voel je je vaak ook beter. Vrouwen, maar zeker ook mannen, die in het Maasziekenhuis Patijn worden behandeld voor kanker, kunnen deelnemen aan de workshops. Voor het programma Uitgelicht gaan we een kijkje nemen bij zo'n workshop, spreken met workshopleiders en met de gastvrouw van het Maasziekenhuis en proberen u een beeld te geven. Goedemorgen allemaal, welkom bij de workshop van Look Good Feel Better en welkom namens de stichting, maar ook welkom namens het Pantin Ziekenhuis hier in Boksmeer. Het Maasziekenhuis Pantin is het trouwens. Nou, vandaag gaan wij beginnen met een workshop te geven en die gaat ongeveer 2 uur duren. We beginnen dadelijk met een reiniging, daarna gaan we een make-upje aanbrengen, tussendoor nog een kopje koffie. Even allemaal in een gemoedelijke sfeer, dus we kunnen dadelijk gewoon lekker ons gang gaan. Ik wens jullie heel veel plezier en ik hoop dat jullie de tips goed kunnen gebruiken die vandaag aan bod komen en de adviezen. Rosanne van Ham. Jij bent van de stichting Look Good Feel Better. Kun je er iets over vertellen? Ja, de stichting Look Good Feel Better houdt zich bezig met patiënten die kanker hebben. En waar wij voor staan is dat wij ze een beter gevoel geven, zoals de naam ook al zegt. En dat doen wij door adviezen en tips te geven aan hun. En door middel van de workshops, door middel van folders die wij uitgeven, door middel van video's die verkrijgbaar zijn. En we hebben een hele site waar alles op vermeld staat. Dus daar kan de patiënt ook voor alle informatie terecht. Want ik heb op die site gekeken en ik zag dat één mevrouw eigenlijk de oprichter is van de stichting. Hoe zat dat in elkaar? Ja, Toos Born, zelf ook kankerpatiënt geweest. En zij was de oprichter, is heel klein begonnen. En uiteindelijk is het in 2005 uitgegroeid tot de stichting. Dus ja, is fantastisch natuurlijk. Want zij was een ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen. En ze wist precies hoe het voelde. En zij heeft dit opgezet tot een hele grote stichting volgens mij. De bedoeling is natuurlijk dat het flink uitgebreid wordt en daar gaan we ook zeker aan werken. Ja, want hebben jullie nog harte wensen voor de toekomst, crediteurs of zo? Nou, we hebben natuurlijk harte wensen, want we hebben natuurlijk heel veel geld nodig. En we hebben heel veel vrijwilligers nodig, die zijn er gelukkig ook. Maar natuurlijk donateurs, die zijn van harte welkom, want die kunnen we, en daar draait het natuurlijk ook op. We geven de patiënten tijdens hun workshop krijgen ze goodiebags waar producten, cosmetica producten in zitten. En ja, goed, die moeten ergens vandaan komen. En, ja. Die worden niet gesponsord, want ik zou me kunnen voorstellen dat een bedrijf die producten verkoopt zegt, god, dat is een goede manier om reclame te maken. Ja, dat wordt zeker ook gedaan. En daar zijn we dus ook hard aan het werken om zoveel mogelijk sponsoren daarvoor te vinden. Ja. De deelname aan de workshops, mogen ze nog in behandeling zitten, wat erg intensief is? Ja, ze zijn natuurlijk, kunnen erg ziek zijn. Naar aanleiding wat ze, ja, hoe goed of hoe slecht ze zich voelen, daar kijken we natuurlijk wel naar. Het is niet zo dat iemand die doodziek is aan die workshop kan deelnemen. Dat is onmogelijk. De patiënten die aan de workshops deelnemen, die zijn in ieder geval wel in staat om te komen.
Ben de Bruin, je bent gastvrouw van het Maasziekenhuis Boxmeer. Zou je me kunnen vertellen waarom jullie het belangrijk vinden om deel te nemen aan deze workshops? De patiënten die komen bij de dagbehandeling van het Maasziekenhuis RUCO hebben zoveel mee te maken met chemokuur. En je ziet vaak dat ze niet altijd meer even florissant eruit zien. Op het moment dat je mensen iets kunt aanbieden waardoor ze weer een stukje eigenwaarde terugkrijgen, door tips te geven hoe om te gaan met hun huid en met hun haren of eventueel pruik, geeft dat een stuk zelfvertrouwen voor de mensen en dat heeft een goed resultaat. Want jullie hebben het al vaker gedaan. Dit is volgens mij de tweede keer dat jullie deze workshops doen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Nou, die zijn gewoon heel erg lovend. We hebben onlangs een evaluatie gehad met het hoofdkantoor van de Look Good, Feel Better. En onze enquêteresultaten waren algemeen 9. Dus de mensen waren erg lovend. Dus we hebben het nu vorig jaar 5 keer gedaan. En dit jaar gaan we ook weer 5 keer workshops geven. Ik zei in mijn inleiding van dit programma dat vrouwen, maar vooral ook mannen, uitgenodigd worden om deel te nemen aan de workshops. Maar er wordt me al gezegd dat mannen geen deelnemer zijn. Hoe kan dat? Nog niet. Onze doelstelling is om via sponsorverwerving ook geld te gaan krijgen voor individuele behandelingen. Momenteel is de Radboud ziekenhuis, daar zijn ze gestart. En wij hebben onlangs dus nog een sponsoring gehad van de Kiwanis en Vrienden van het Maasziekenhuis. En wij zijn nog verder bezig met werven en we hopen dan dat we dus dan ook mannen een behandeling kunnen gaan aanbieden. Nu is het momenteel alleen nog maar voor vrouwen. Het lijkt er een beetje op dat het met geld te maken heeft, maar is er ook zoiets van dat het voor mannen wat moeilijker is om aan lichamelijke verzorging aandacht te besteden? Meestal wel. Op het moment dat je met mannen in gesprek raakt, signaleer je dat ook hun huidproblemen hebben en haarproblemen. En als je het met ze over hebt en je kunt ze af en toe tips geven, zie je dat dat zeer gewaardeerd wordt. En dan denk je, daar is nog een gat, daar moeten we iets mee gaan doen. En de toekomst, gaan jullie dit blijven doen of wat zijn je gedachten daarbij? Nou, we willen zeker doorgaan. Dit jaar hebben we 5 workshops op de rol staan. Maar door de grote belangstelling willen we dit jaar er nog eentje gaan toevoegen. En eventueel als we geld extra hebben, dus de individuele behandelingen. De mensen hebben er al voor, eventueel de ruimte ook, alleen nu nog het geld. Nou, dat is dan het grote probleem. Nou, bij deze dan de oproep. Hè. Mensen die het zien, als ze dit willen sponsoren, waar kunnen ze terecht? Bij het Maasziekenhuis en dan melden ze zich bij de voorlichting of bij de dagbehandeling RUCO. Ik ga me nog een keer voorstellen, mijn naam is Klaus Kassier, ik kom uit Kuik. En ik ben vandaag hier om u wat uitleg en tips te geven over pruiken en over eventueel schaaltjes en mooie mutsjes. Jannie van der Einde, kapper, haarwerkster. Je hebt een eigen zaak in Gennep, heb ik begrepen. Hoe kom jij bij deze workshop terecht?
Nou, ik vind het heel bijzonder, want ik ben gevraagd door Look Good Feel Better. En ik vond het een hele eer dat ik dit mocht doen. Want ja, er zijn maar een paar haarwerkers die daarvoor uitgekozen worden. En ja, ik vind het echt super om het te doen. Want je kunt zoveel mensen blij maken door maar een klein stukje van jezelf te geven. Een stukje advies, een stukje hoe dat je met de zorgverzekering om moet gaan. Ja, het is gewoon super om te doen. Want het is niet alleen haarwerken, er zit een heel pakket omheen, begrijp ik. Ja, je gaat advies geven over kleur, over waar ze op moeten letten als je een haarwerkje koopt. Sommige mensen hebben een probleem met het pruikje dat het te groot is. Dan gaan wij in deze workshop nog even kleiner maken als het kan. We knippen het een stukje bij eventueel. We nemen wat gel mee, dat ze niet alleen qua huid goed verzorgd zijn, maar dat het haar ook mooi zit. Het is wel belangrijk dat iets goed zit, want als het niet goed zit, dan ga je onzeker de straat op. En dan voel je je eigenlijk ook niet goed. Het moet bij je passen. Dat is de basisgedachte van, van de workshops, denk ik. Hè? Dat je je ook beter voelt als je er beter uitziet. En jullie merken dat dat ook zo is. Dat mensen zich ook beter voelen dan op zo'n moment. Maar vooral voor vrouwen geldt het waarschijnlijk. Als je op straat loopt en iemand zegt tegen jou, je ziet er goed uit. Ja, dan denk je, hey, yes. Dat geldt ook voor mannen? Het geldt ook voor mannen, maar die zult misschien niet zo vaak horen. Dat weet ik niet. Nou zie ik allemaal heel enthousiaste mensen die dit doen. Dat is prachtig, maar ik kan me ook voorstellen dat het aan de andere kant ook heel confronterend kan zijn om dit werk te doen. Het is heel confronterend, maar toch, als je dan toch ziet dat je er mensen gelukkig mee kunt maken, dan sluit dat allemaal uit. Daar doe je het voor. Je doet het om, ja, put a smile on your face, daar doe je het ook voor. En het geeft zoveel voldoening voor ons. Dat is gewoon, daar weegt niks tegenop. Bij mij aan tafel Annemiek. Jij hebt deelgenomen aan een vorige workshop. Waarom heb je je toenertijd aangemeld voor de workshop? Nou, omdat ik vind als je in een behandeling bent, dat je gewoon te maken krijgt met zoveel dingen, zoals haaruitval of iets met de huid wat niet helemaal lekker is. Dus dan kun je tips krijgen en daar heb ik hele fijne ervaringen mee. En vertel eens, hoe is dat dan gegaan? Want je bent bij elkaar met een hele hoop mensen die dezelfde ziekte hebben. Dat lijkt me ook heel confronterend. Dat is ook confronterend. Maar als je hier zit en al die mensen doen zo hun best voor je. Hoe je de wenkbrauwen erop moet zetten. Of leuke sjaaltjes, petjes, hoedjes, pruiken. Ja, dan is dat gewoon. Die mensen doen dat met liefde dus. Ja, ik vond het gewoon geweldig. Je hebt er heel veel aan gehad. Ik heb er heel veel aan gehad. En zeg je ook van, goh, dit zou gewoon een standaard aanbod moeten zijn die ziekenhuizen bieden? Ja, absoluut, absoluut. Mensen kunnen er heel veel aan hebben. Vooral als ze in een fase zitten dat ze zich hartstikke ziek voelen of niet lekker voelen. En als je een make-upje op hebt of een prachtige pruik, ja, dat doet zo goed voor alle mensen met deze ziekte. Want dat is een beetje het uitgangspunt, hè? Look good, feel better. Is dat ook werkelijk zo dan? 100% zeker weten. Als je er goed uitziet, dan straal je dat uit en dan voel je dat ook zo. Nou, we hebben er nu de finishing touch aan gegeven en ik hoop dat jullie een hele mooie ochtend en vooral ook leerzaam natuurlijk, dat jullie er ook echt iets aan gehad hebben. En natuurlijk namens ons allemaal, dat jullie nu een smile on your face hebben kunnen creëren, want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ik